Zaterdag 3 juni hebben honderden mensen afscheid genomen van Pieter van den Burg in Schouwburg-Achniethof in Tiel. Van den Burg overleed plotseling op zondag 28 mei aan een hartstilstand. Op de bijzondere bijeenkomst sprak onder andere de burgemeester van Tiel, Hans Beenakker. Het is ook voor mij als burgemeester een enorme uitdaging in deze paar minuten onze markante, kunstzinnige en kleurrijke Tielenaar te duiden. Maar ik ga toch een poging doen. Allereerst wil ik jou, Pieter, bedanken voor de inzet van onze gemeente, deze stad Tiel. Jouw stad die je tot in de haarvaten kende, waar je lokaal mee verbonden was en waar je op jouw eigen gepassioneerde manier aan hebt bijgedragen. Niet alleen in de politiek zette je geregeld de toon, ook in maatschappelijk en cultureel opzicht was je een markante persoonlijkheid. En niet alleen aan de buitenkant viel je op. Je stijl van kleden en optreden was niet doorsnee, zoals vandaag al een paar keer gemeld, maar ook je binnenkant was bijzonder. Een sociaal mens, net als je pa, die zijn politieke sporen in de stad ook ruimschoots heeft verdiend. Je was nogal eens onvoorspelbaar, verrassend, eigenzinnig. Tijdens raadsvergaderingen vroeg ik me geregeld af waar je betoog heen ging. En dan opeens kwam er een aap uit de mouw. Maar uit welke mouw hij kwam, bleef tot het laatste ongewis. Ook hier soms het grote geheim. Maar vaak wel trefzeker. Er waren momenten dat je de boel behoorlijk wist te ontregelen. En daar genoot je dan zichtbaar van. Je voelde haarscherp het sentiment in de stad aan. Daar had je een neus voor. Dat bleek ook wel bij je eigen partij. Je achterban groeide gestaag. Je werd politicus van het jaar 2014 en je vond het vooral ook belangrijk de politiek dichter bij de mensen te brengen. Ook als voorzitter van de commissie bestuur nam je verantwoordelijkheid in het politieke bedrijf. En natuurlijk was je enorm trots op jouw clubpie, de PvdB. Soms ging je in vergaderingen op scherp. Maar je zocht vervolgens wel in de wandelgangen, na afloop, bij de borrel of op het terras weer de verbinding. Uiteindelijk was je toch een man van de dialoog en niet van het conflict. Een begonnenier in de politiek die tussen de mensen wilde staan. Pieter, heel erg bedankt voor de fijne samenwerking in het belang van onze stad en onze gemeente. Adieu, vaarwel. If I thought you'd like me, then I love you. If I told you, there's no one above you. Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my troubles, that's what you do. Fill my heart with gladness, take away my sadness, it's my troubles that